Ik ben op Schiphol dit keer, want ik ga naar de Web Summit in Lissabon. Super tof. En ik ga maar één dagje, al is het 5 dagen. Het is een heel groot evenement. Ik weet van gekkigheid niet naar welke sessie ik moet, zoveel zijn er. Maar zoveel sessies wil ik natuurlijk niet volgen, want ik ga vooral voor de beursvloeren en even kijken of er nog wat toffe goodies te spotten zijn. Ik heb niet eerder zo'n grote beurs bezocht. En ook eigenlijk niet in het buitenland. Dus ik ben benieuwd wat ze anders doen en waar wij nog wat van kunnen leren hier in Nederland. Ik had niet verwacht dat ik op Schiphol nog goodies zou spotten, maar hier heb ik toevallig volgens mij vorige week over geschreven. Het is een fiets waarmee je je telefoon kan opladen als je aan het fietsen bent. Dus wel een goed idee om mensen een beetje in beweging te krijgen. Al is dat niet helemaal nodig hier op Schiphol, want je loopt je een ongeluk, maar dat geeft niet. Hey, ik ben er! Hoe tof is dat, hè? Dan kom je dus aan op het vliegveld en dan zie je hier dus al bordjes voor de registratie voor Web Summit. Dat is een goed idee, want het scheelt daar weer hele lange rijen. Nou, en dan lopen we een gezellig straatje in met een tram op de achtergrond. Ik weet niet of je hem hoort, maar wat komen we tegen? Superleuk. Ik ben nog steeds niet in Amsterdam geweest, dus ik ga nu eventjes hier kijken. Ik weet niet hoe ze het doen, maar ze hebben dus ook spookjes. Wat leuk. Bloemetjes. Kijk nou, mini kiwi en passievrucht. Ik ben hier trouwens met Andrea. Hi. Hey, ik word net... Watermeloen. Echt super lekker. Het is echt gewoon de smaak van watermeloen. Heel fris. Ik ga altijd gelijk bijten. En niet chemisch toch? Want ik heb hem ook geproefd. Het, is niet, het smaakt gewoon echt lekker. Het smaakt als een soort vuurtje. Ja. Oké, we gingen heel even winkelen. Dat was niet de bedoeling. En ik zie ook weer iets wat ik wil hebben. Dat was ook eigenlijk niet de bedoeling. Maar dit is een VR-bril. Moet je kijken hoe vet. Gewoon kun je je telefoon in doen. Ik heb het altijd al willen hebben, maar hier zijn ze lekker goedkoop. Dus die gaat natuurlijk mee, hè? Deze wordt het. Super tof. Wauw, het is super groot hier. Super lange rijen. Het lijkt net of ik naar een festival ga. Het is wel heel goed geregeld, hele mooie signing en we krijgen nu een check voordat we naar binnen gaan. Wat ik ook wel heel goed vind geregeld zijn de badges, gewoon lekker stevig, duidelijk en je kan elkaar scannen in de app. Dus als je iemand tegenkomt met wie je contact wil kan houden, dan kun je appen. En ik moet zeggen, ik heb nog nooit een event app zo goed gebruikt. Het is gewoon heel handig om je programma te checken. Het werkt ook snel, het loopt niet vast. Je kunt je eigen programma samenstellen, mensen opzoeken, chatten en dat kan in de apps die ik tot nu toe in Nederland heb gebruikt ook. Maar hier werkt het gewoon allemaal beter en sneller. Nou goed, ik ga naar binnen. Ik ben er! Oké, schijnbaar heb je dus 5 van dit soort hallen voordat je naar de Central Stage gaat. Dat is best wel huge. We gaan naar de Center Stage in de arena. En ik ben heel erg benieuwd hoe het er van binnen uitziet. Ik heb het al een beetje gezien natuurlijk. Het is een heel mooi podium met veel lichtjes. Nou, daar word ik wel heel blij van. Volgens mij zijn het die LED-kubussen. Ja, toch? Ja. Dat vertelde jij, want jij was hier al gisteren. Oh, zo cool. I like that. Dit moeten we vaker doen in Nederland, mensen. Echt. Hoe cool is dat? Het is ook leuk voor de foto's, weet je, in plaats van een saai scherm met logo's op de achtergrond. Gewoon één mooi design. Het zijn inderdaad de LED-kubussen. Die hebben we er eens over geschreven, als je het ook eens wil inhuren. En wat ik trouwens ook heel fijn vind hier, is dat de sessies 20 minuten duren. Hoe vet is dat? Dus als je een slechte sessie kiest, nou ja, dan heb je niet zoveel tijd verloren. En ja, daar hou ik wel van. Moeten we ook vaker doen, want het duurt allemaal veel te lang bij ons. Wow, kijk dit. Zo gaaf. Ik heb hier ook een keertje over geblogd en dan was het echt een hele grote kroonluchter. Wauw, dat is nog eens een indrukwekkende stand. Ik kan beneden dus zitten, hebben ze een café. Boven gewoon een sessieruimte. Ik zie wel meerdere van dit soort stands, ook kleiner. En dan heb je een meetingroom bijvoorbeeld boven. Nou, wat goed, hier heb ik wel eens via Pinterest inspiratie over opgedaan en over geblogd. Want zo kun je een beetje de mening peilen van de bezoekers. Kijk nou, zij doen in transport en wat hebben ze voor tafeltjes? Containers, nagebouwd, van karton denk ik. Wat? Een carousel pitched? Dat ziet er interessant uit, dat ga ik even opzoeken.
I like it. Niemand durft schijnbaar. Of het is misschien ingepland. Nou ja, hier kun je dus pitches doen met elkaar. Hey, we zitten dus in de carousel pitch. En het, het werkt, want we raken gelijk aan de praat met iemand. Superleuk idee. En je weet wat ze zeggen, als één schaap over de dam is vol gedrest, het is ineens vol en iedereen kijkt, er worden foto's gemaakt. Het werkt. We doen geen pitches, maar leuk is het wel. Dit vind ik best wel tof. Je kan gewoon buiten in de zon lekker naar een presentatie kijken die zich binnen afspeelt. Dus als je geen zin hebt in die drukte binnen en heen en weer lopen, dan kun je hier gewoon lekker kijken. Nou, nu is er dus even niks, maar ja, geef wel een beetje festivalgevoel, lekker chill allemaal. Nou, dat trekt ook wel de aandacht. Bewegende letters. De letters sowieso trekken aandacht, maar ze bewegen ook nog. Ik zie een masker, een man met een rare masker. Een hoge stand. Nou ja, geen idee. Maar in ieder geval een gaaf stand. Ik weet niet wat hij doet. Just standing there, oké. Dit is ook een heel tof idee. Ik dacht het is een fotohokje. Maar je kan een filmpje inspreken. Je kan iemand nomineren. En dat komt dan hier buiten. Kun je dat dan die filmpjes zien. Je hoort natuurlijk niks. En dan kun je dan laten opsturen naar degene over wie het gaat. Ja, in plaats van dat het over jezelf gaat, gaat het dan een keer over iemand anders. Oké, het zit er weer op. Het was heel erg gaaf om te zien. Vooral hoe zo'n groot congres georganiseerd wordt. En hoe ze al die mensen, 60.000 in 4-5 dagen, hoe ze die door het evenement heen loodsen. Ik vond het goed geregeld, ook zeker niet perfect. Qua goodies had ik wel veel meer toffe dingen verwacht. Dat viel eigenlijk best wel tegen. Ik heb vooral heel veel mooie stands gezien die mijn aandacht trokken. Nou goed, ik heb lekker tijd over om nog even van de stad te genieten.